In deze video wil ik het gaan hebben over spreiding en over hoe belangrijk spreiding nou eigenlijk is. En dan heb ik het niet alleen over beleggen, maar we willen ook op veel meer andere vlakken willen we spreiding toepassen. Dit zal dan ook geen uitgebreide video worden, want het idee het is eigenlijk vrij simpel en eenvoudig om toe te passen. Het is alleen wel heel belangrijk dat we ook af en toe eraan denken om weer te gaan kijken hoe we ervoor staan en wat we eventueel nog beter kunnen doen wat betreft spreiding. Want in heel veel zaken vinden we altijd alles heel normaal en heel logisch. Totdat het in één keer anders gaat dan we hadden gepland. En dan gaan we er pas eigenlijk te laat over nadenken. En dat zien we eigenlijk ook trouwens regelmatig als je het nieuws kijkt. Regelmatig nieuwsberichten. Waarbij je denkt van, oh kijk, ook wereldwijd doen we op sommige gebieden eigenlijk nog te weinig aan spreiding. Nou, wat we daaraan kunnen doen, hoe we dat kunnen doen, hoe we meer onafhankelijk kunnen worden, dat wil ik bespreken in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Een kanaal waar we werken aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. Maar om dat meer vermogen in de toekomst te kunnen bereiken, is spreiding dus wel heel belangrijk. En dan hebben we het dus niet alleen over beleggingen, maar over veel meer onderwerpen. Al wil ik in deze video vooral gaan kijken naar spreiding rondom je inkomen en spreiding rondom je vermogen. En in de intro vertelde ik al dat wij als mens zijnde vaak dingen heel normaal vinden, heel logisch vinden. Aangezien dat het al lange tijd telkens hetzelfde gaat en ook heel voorspelbaar is. Maar zodra er in één keer iets verandert. We soms dan ook vrij snel eigenlijk wel in paniek raken. Dat zien we eigenlijk op dit moment ook wel wat snelle veranderingen, zoals bijvoorbeeld de inflatie die in één keer hard toeneemt. Of kijk bijvoorbeeld naar de zonnebloemolie tekorten of de tekorten juist vanwege de oorlog in uh, Oekraïne. Nou, eigenlijk denk ik dat jij daar nooit van tevoren over na had gedacht hoe afhankelijk wij als Nederland of misschien zelfs als Europa zijn van een land zoals Oekraïne. Maar het zijn dan vaak op dit soort momenten achteraf dat je dat in één keer gaat beseffen. En is dit misschien niet specifiek in jouw privé uh, heel belangrijk? Maar je ziet ook dat bedrijven, leveranciers, overheden ooit dit soort dingen ook dus verkeerd inschatten. En dan kun je misschien nog denken dat we nu met deze oorlog dat dit onverwacht was, onvoorspelbaar was. Dat we daarom dus eigenlijk ja, niet hebben bij stilgestaan. Maar we zien het vaker gebeuren. Kijk bijvoorbeeld nu. Naar de chipfabrieken die wereldwijd gebouwd worden, de, dat is in Europa, en Duitsland worden er gebouwd. Ik geloof zelfs in, in Engeland dat er worden gebouwd. In Amerika is in ieder geval Intel heel veel bezig en ook andere chipfabrikanten zijn bezig om overal chipfabrieken te bouwen. Dat is niet alleen vanwege deze oorlog dat we in één keer gaan beseffen hoe ooit afhankelijk we zijn, maar het heeft er wel ook een beetje mee te maken, want we zien nu dat Rusland Oekraïne binnenvalt. Maar we zijn dan ook heel bang dat bijvoorbeeld China Taiwan binnenvalt. Omdat zij dat als afvallige regio vinden. En juist een land als Taiwan, daar wordt nu, zijn we eigenlijk heel afhankelijk van wereldwijd. Voor de, de chipproductie die daar plaatsvindt. Dus eigenlijk vanuit die reden. En ik denk ook wel een beetje de handelsoorlog tussen Amerika en China. Dat we daar in ieder geval nu bezig zijn om ook op andere plekken ter wereld. Uh, andere nieuwe chipfabrieken te bouwen. En we zagen het dus niet alleen bij het graan of tarwe of de zonnebloemolie uit Oekraïne. We zien het ook bijvoorbeeld bij het gas uit Rusland. We zouden heel graag Rusland sancties opleggen. Maar we weten ook dat er tegelijkertijd, omdat we zo afhankelijk zijn van bijvoorbeeld Russisch gas in Europa. dat als we een sanctie opleggen, we hem terugkrijgen. En dus eigenlijk onszelf er ook mee in de voet schieten. Dus je ziet wel. We weten het wel, we Hele lange tijd vond het juist heel fijn dat er heel veel gas uit Rusland kwam. Maar er verandert een keer iets en op dat moment had je ja, liever gehad dat je meer spreiding had toegepast. En eigenlijk als je dan zo gaat denken, dan is het zo dat voor heel veel zaken eigenlijk dit allemaal te voorkomen was geweest. Alleen dat betekent wel dat je er juist vooraf al over na moet gaan denken. Maar wat kan je nou eigenlijk zelf doen aan spreiding? Welke spreiding kan jij toepassen? Nou, heel veel kijkers van mijn kanaal die zijn ook beleggers. Dus als ze het over spreiding hebben, dan denken zij direct al aan spreiding van je aandelen. Dat je je geld belegt over verschillende bedrijven, verschillende landen. In bijvoorbeeld een wereldwijd gespreide ETF. En wil jij misschien nog beginnen met beleggen? Kijk dan ook zeker naar de Giro of naar Bux. En links naar deze brokers vind je onder deze video. En op die manier ontvang ik een kleine vergoeding en help jij het kanaal. Maar beide brokers hebben ook acties voor nieuwe beleggers. Dus daar kan jij dan juist van profiteren. Maar het is denk ik juist heel belangrijk om te kijken naar een stapje terug. Dus niet naar het beleggen zelf bijvoorbeeld. Maar waar komt dat geld vandaan? Wat jij gaat beleggen? En dan hebben we het dus te maken met je inkomen. En welke spreiding kun je daar juist toepassen? En veel Nederlanders, en ik denk bijna alle werknemers in ieder geval, die zullen geen spreiding hebben wat betreft hun inkomen. En dus eigenlijk volledig afhankelijk zijn van hun salaris. Ik denk dat het juist heel belangrijk is om op dit onderdeel al in ieder geval een spreiding toe te passen. Dus dat je niet langer alleen afhankelijk bent van je salaris, maar dat je misschien een tweede kleine baantje erbij neemt, of misschien um, zelf iets op gaat starten zoals een blog, een YouTube kanaal bijvoorbeeld voor de lange termijn, of misschien uiteindelijk iets van je hobby dat je daar toch geld mee kunt verdienen. En nu hebben wij hier in Nederland natuurlijk een heel goed sociaal vangnet, maar als je juist daarop gaat vertrouwen, dan ben je juist weer afhankelijk daarvan. En kijk bijvoorbeeld naar een situatie van mensen die twee jaar geleden COVID kregen en nu dus long COVID hebben. Die zijn twee jaar lang in de ziektewet geweest. Die vallen nu dadelijk daarbuiten, worden ontslagen bij dat bedrijf, krijgen een uitkering. Maar op dit moment, als ze die ontvangen, dat het is fijn dat ze die ontvangen. Maar dan gaan ze wel in één keer weer een hele stap terug in inkomen. En dat het dan juist in een periode zoals nu, waar juist de inflatie heel hoog is. En kijk ik naar mezelf: ik had lange tijd eigenlijk een vaste baan en mijn eigen onderneming. Dus ik had. Uh, wat betreft inkomen, een spreiding over twee vormen van inkomen. Maar kijken we dan naar mijn eigen onderneming, dan had ik juist daar ook weer verschillende uh, vormen van inkomen uit. Zo komt een gedeelte bijvoorbeeld uit de advertenties hier op YouTube, uit mijn affiliate links, uit samenwerkingen die ik heb, of bijvoorbeeld uit eigen producten zoals de beleggers training of beleggertools.nl. Maar je wilt dan ook niet alleen spreiding bij je inkomen, je wilt ook spreiding bij je vermogen. Dus zeg maar het geld dat je overhoudt, waar je iets mee op wilt bouwen, ook daar wil je een bepaalde. Uh, Spreiding in toepassen, kijk ik weer naar mijn eigen situatie. Als ik ga kijken naar mijn eigen vermogen, dan bestaat dat onder andere, dus bijvoorbeeld uit bank en spaartegoeden die ik heb, een eigen huis dat ik heb, eigen vermogen in mijn onderneming. Uh, beleggingen in aandelen, crypto en zo zie je dus dat ook mijn vermogen in ieder geval uit verschillende onderdelen bestaat. Dat mocht het bijvoorbeeld in één keer slecht gaan met crypto en crypto helemaal instorten, dat ik dan niet in één keer heel mijn vermogen kwijt ben. Juist omdat ik dus ook mijn vermogen over verschillende ja, onderdelen eigenlijk gespreid heb. Maar er is ook weer zoiets als te veel spreiding. Ik denk dat het heel belangrijk is om te gaan kijken per onderdeel van wat is genoeg spreiding zonder het te gaan overdrijven. Uh, kijk bijvoorbeeld naar je inkomen. Ik denk dat een inkomen van alleen je salaris, ja, dat is niet goed. Dan ben je afhankelijk. Maar dat je dit uitbreidt naar twee of misschien maximaal drie vormen van inkomen. Kijken we naar miljonairs, daar zien we dat gemiddeld een miljonair zeven vormen van inkomen heeft. Kijken we naar beleggingen, nou, misschien specifiek aandelen. Ik denk dat daar. Maximaal 10 tot misschien 15 posities, dat dat genoeg is. Dat dat genoeg spreiding is. Dat je dan in ieder geval wel spreiding hebt, maar ook tegelijkertijd nog het overzicht hebt. En dus ook alles bij kunt houden rondom je, rondom je aandelen. Maar dit is dus eigenlijk per onderdeel waar je spreiding wil toepassen. Anders en natuurlijk ook ja, afhankelijk van hoe je daar zelf tegenaan kijkt. Dus kijk vooral voor jezelf. Wat vind jij genoeg spreiding zonder het eigenlijk te gaan overdrijven? Maar wat ik dus eigenlijk wil zeggen met deze video is eigenlijk om jou te laten nadenken. Juist over die spreiding, zoals gezegd, we vinden het altijd heel normaal dat altijd alles logisch is. Gaat zoals het gaat, heel voorspelbaar is. Totdat er een punt komt dat het in één keer anders is. En juist door er nu al over na te denken, kun je dit soort situaties voor zijn. Want natuurlijk, kijken naar aandelenkoersen, die stijgen nu al jaren, dat gaat niet zo door. Huizenprijzen stijgen heel hard. Ook dat zal niet doorgaan. De inflatie stijgt hard en ook dat zal niet doorgaan. Dat zal een keer ophouden. Het zal een keer anders gaan. En dan ben je in ieder geval een beetje op voorbereid. Of in ieder geval heb je erover nagedacht. Dus denk na nou over welke stappen van verspreiding je al hebt genomen of welke stappen je nog zou kunnen nemen. En deel dat ook met de kijkers onder deze video in de reacties, want zo kunnen we allemaal van elkaar leren. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren om nooit meer een video te missen. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.